Mode On Tour. We zijn in Drachten. Ik ga hier naar de mooie damesmodezaak Blom Mode en ik spreek een etaleur. We zijn bij Blom Damesmode. Klopt. Wat voor dames komen hier over de vloer? Heel veel verschillende leeftijdscategorieën eigenlijk. Dat is wel heel leuk. Ik denk zo vanaf 30 ongeveer tot en met 100. We hebben natuurlijk wel het type klant wat dan graag advies wil en ook eerlijk advies wil. Want je krijgt toch wel vaak de vraag van past het nog bij me? En dan bedoelen ze natuurlijk in eerste instantie ook qua leeftijd, maar ook wel een beetje qua postuur en qua stijl. Dus daar zijn we heel sterk in en ik denk dat ze daar zeker voor binnenkomen. Hoe verras jij de klanten? Door gewoon ze echt de aandacht te geven. En dat is niet vanzelfsprekend tegenwoordig. En daarmee verras je al heel veel klanten, dat je echt oprecht geïnteresseerd bent en oprecht luistert naar wat iemand wilt. En net even die extra aandacht, een kopje koffie, vragen hoe het met je vaste klanten gaat. En dat is gewoon net dat extra. Daarmee verras je mensen. Zijn klanten erg onzeker, dan bieden wij ook stijlavonden aan. Of kunnen ze een afspraak maken om zelf stijladvies te krijgen. En dan gaan we er echt op in wat past bij de persoon zelf. Dus dan wordt het gewoon echt heel erg persoonlijk. En dan gaan we ook het figuur gaan we analyseren. En naar aanleiding daarvan laat je dan de klanten ook kleding passen. En ik moet wel zeggen dat klanten natuurlijk wel vaak in hun eigen stramien zitten. Maar door zo'n stijladvies met dat kleurenadvies erbij, zijn ze dan toch ook wel geneigd om eens wat anders aan te trekken. En dan krijg je wel het verhaal van, had ik zelf misschien nooit gedurfd. Maar als ik het nu zo zie, dan vind ik het toch wel heel erg mooi. Ja. Wat doen jullie nog meer om klanten te binden? Want jullie hebben een hele grote vaste klantengroep. Ja, we beginnen eigenlijk altijd het seizoen met, wij noemen dat dan de mode primeurdagen. En om dan klanten ook meteen in de goede stemming te brengen en te laten zien hoe de nieuwe mode gedragen gaat worden, hebben we ook altijd mannequins in de winkels lopen. Dus dan kunnen ze meteen zien, het is nieuw, hoe draag ik het? Nou, het plaatje is dan vaak helemaal goed. Hè? Onze etaleus is ook nu bezig met alle figuren, alle poppen de nieuwste dingen aan te trekken. Ook de nieuwste stijlen en de variaties die mogelijk zijn. En dan kunnen de dames daarop verder borduren. Je bent etaleuze? Ja. Hoe ben je etaleuze geworden? Eigenlijk heb ik, wou ik het eigenlijk altijd al. Leek me heel erg leuk. En toen heb ik een cursus gedaan een paar jaar geleden. En toen kwam deze functie vrij en ik werkte al voor Blom. En toen heb ik gesolliciteerd. En nu doe ik dit 2 jaar. We hebben 3 Blom-winkels en nog 4 up-to-date winkels. Ja, en dan ben ik elke dag in 1 filiaal van hun. Hoe ziet een goede etalage eruit? Schoon, netjes, verzorgd, stopkracht. Stopkracht? Ja, dat is heel belangrijk in etalage. En dat mensen blijven staan of even. Want zie, ze lopen erbij langs. Hè? Het is maar een paar seconden dat ze eigenlijk zo kijken. Dus dan moet je wel iets pakkends hebben. Dat ze denken, hey, dat is leuk. Of ik blijf even staan of ik loop toch even weer terug en ik ga naar binnen toe. Dus je hebt eigenlijk voor een etalage maar een paar seconden nodig. Dat je die mensen naar binnen toe krijgt. Wat is het allerbelangrijkste voor een etalage? Nou, eigenlijk is dat de decoratie gewoon bij de sfeer past van de kleding die je wilt presenteren. Dat het een totaal beeld is eigenlijk. Dat het plaatje klopt. En dat het niet een ruis veroorzaakt. Niet dat mensen stoort, dat het niet te veel is. Of niet dat de decoratie juist meer aandacht krijgt dan de kleding. Wat vind je het allerleukste van het vak? Het allermooiste is, het is wel weer een cliché hoor, maar het is echt met mensen bezig zijn. En ik wist gewoon van jongs af aan dat ik echt met mode wilde werken. Dus dan is dit de perfecte combinatie voor mij.